Op de ochtend van de bevrijdingsdag lag Broek in Waterland, het pittoreske dorpje bij Amsterdam, zich stil te koesteren in de lentezon. Dit typisch Noord-Hollandse plaatsje hervierde op eenvoudige wijze de lentedag van 1945, die het einde bracht van oorlog en bezetting. Oud werd er weer even jong bij het zien van de feestoptocht, die overigens weinig publiek trok, want de meeste dorpelingen deden er zelf aan mee. Voor zo'n klein broekje in Waterland zal de hongerwinter van 44-45 altijd een stukje uit het geschiedenisboek blijven. Voor de ouderen herleefden de wittebroodsweken, die georganiseerd werden door het Zweedse Rode Kruis, en de dagen van de geallieerde voedseldroppings. De viermotorige Liberators ronkten als ware bevrijders over ons land, luide toegejuicht door ontroerde, blije mensen. Pork en wittebrood, dat was 13 jaar later het hoofdgerecht van de openluchtmaaltijd die door het gemeentebestuur van Broek in Waterland werd aangericht ter herdenking van de bevrijding. Voor velen was het een historisch hapje, voor velen een nieuw gerecht. Deze dis kreeg extra cachet door de aanwezigheid van een polderbestuur dat van de voedselvoorziening op deze bevrijdingsdag nu nog de mond vol heeft.